Wat is een beter excuus om lekker te bewegen dan trainen voor de paraloop? Tientallen kinderen bereiden zich voor op de Kids Run op 7 april in Brunsum. De paraloop geniet bekendheid in binnen- en buitenland. Toeschouwers staan er rijen dik voor langs de kant. Vast onderdeel is de Kids Run, waar kinderen van 4 tot en met 12 jaar een afstand van 500 of 1000 meter afleggen. In de weken voorafgaand aan de paraloop trainen zij elke woensdagmiddag. Wat wij proberen te doen bij zo'n training is om kinderen zoveel mogelijk te laten rennen zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. We hebben 4 verschillende spelvormen gedaan waar ze ontzettend druk bezig zijn, maar wel heel veel plezier ervaren. En we hebben ze bijvoorbeeld tips gegeven, probeer rustig te beginnen, zorg dat je energie spaart, zorg dat je niet valt. En ja, ik moet zeggen, die tips die pikken ze toch wel goed op. Tijdens de trainingsmiddag spat het plezier eraf. Het geeft me plezier en ik zit zelf ook op voetbal. Dus ik vind het wel echt leuk om te rennen. Ik vind het leuk om buiten te sporten. Ik word er warm van. Het grote leeftijdsverschil tussen de kinderen zorgt er natuurlijk voor dat niet iedereen even snel is. We vinden het heel belangrijk dat elk kind met een voldaan gevoel over de streep komt. En daarom hebben we het ook opgesplitst dat elke leeftijd een eigen wedstrijdje heeft. Zodat niet een kindje van 5 tegen eentje van 12 moet. Maar als je nu meedoet met allemaal kindjes die even groot zijn, dan gaan ze toch een stapje harder lopen. En ja, uiteindelijk komen ze dan wel allemaal over die streep en ja, dan is het feest. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, ook de ouders genieten. Je ziet niet alleen blije kinderen, ook de ouders worden daar vrolijk van. Ik bedoel, het is het grootste genot als je ziet dat je kind het naar de zin heeft. Nou ja, en dat zie je met sporten. 500 of zelfs 1000 meter klinkt niet als een grote afstand. Maar vergis je niet, zegt Jarno. Als je bij die start staat, het startschot gaat, wees zo hard mogelijk rennen. En ja, dan komt toch al binnen 200 meter toch al de man met de hamer. En wij proberen ze toch al bewust te maken inderdaad. Houd rustig op, heb je die laatste 500 meter nog energie, dan kun je lekker doorgaan. Zorg ook voor een goede warming-up, drink voldoende. Dat zijn allemaal dingen die bijdragen bij een goede prestatie. De spelvormen zijn ook geschikt om thuis te doen. En dat is natuurlijk het achterliggende doel. Ook na de paraloop is bewegen leuk en belangrijk. Samen met vriendjes of met je ouders. Het draagt bij aan een gezonde levensstijl. En dat vertaalt zich later in een betere gezondheid.